Goedendag, welkom bij weer een nieuw middelmoment. Vandaag gaan we het hebben over het remzuigergereedschap. Dat is nodig als je bijvoorbeeld remblokken gaat vervangen. Er zijn diverse universele sets in en er zijn adapters, dit zal ik zo dadelijk toelichten, die de diverse adapters uit een set kunnen overlappen. Een bekende set is deze, dit is de 2783 met diverse adapters en twee spindels voor links en rechts draaiend. We hebben daar bijvoorbeeld een universele adapter in met drie poten. En achterop de twee nokjes, waardoor de spindels uit de sets die vaak al in een werkplaats aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden. Voordeel van deze adapters is dat hij op maat in te stellen is door hem simpelweg te verdraaien. Deze kan dus met de adapter gebruikt worden uit een set. Simpelweg opkoppelen en daarna kunt u hem voor de remzuiger gebruiken om zo de remzuiger terug te draaien. Een soortgelijke adapter, ook met drie poten, hebben we ook, maar dan met een 3/8 aansluiting. Die kunt u bijvoorbeeld, als de situatie toelaat, gebruiken met simpelweg een ratel, maar er zijn uiteraard ook gewoon de terugdraaigereedschappen voor met een 3/8 aansluiting. Hetzelfde verhaal, u koppelt hem aan en dan kunt u hem op die manier gebruiken om hem terug te gaan draaien. Om het pakket compleet te maken is er ook een tweepoot variant in. Dat is de 2780-Uni van Midlock. En die wordt ook weer met een 3/8 aandrijving geleverd. Waardoor dus ook weer met een ratel of een terugdraaigereedschapje kunt gaan werken. Een kort overzicht wat verkrijgbaar is, waarvan zeker die universele gereedschapjes handig kunnen zijn, omdat die een overlap heeft aan de losse adapters die u allemaal anders nodig heeft, zodat u altijd wel een maatvoering tussen de verdraaiing heeft zitten. Dit was een stukje remzuigergereedschap. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer weer.